Verduurzamen van tunnelverlichting. We hebben een werkgroep binnen het COB waar we heel veel expertise gebundeld hebben op dit vlak. In de werkgroep hebben we diverse ideeën voor het verder verduurzamen van tunnelverlichting verzameld. En we hebben ook al een aantal uitgevoerd, bijvoorbeeld in de Mont Blanc tunnel, in de Gaasperdamme tunnel en ook de A13, A16, de Groene Boog gaat van alles gebeuren. Maar we zoeken nog meer tunnels of projecten om de onderzoeken te kunnen toepassen. Wilt u meer weten? Geef u dan op.